animaties toevoegen. U kunt de objecten animeren op uw PowerPoint slides. PowerPoint biedt vier soorten animaties: entrance, emphasis, exit en motion pads. Nadat u een animatie heeft toegevoegd, kunt u het standaard animatievenster gebruiken om de animatie te veranderen door een effect te kiezen. Door het kiezen van een effect kunt u bepalen met welke handeling de animatie begint af te spelen, zijn eigenschappen zoals welke richting een object beweegt op de slide en het regelen van de snelheid van de animatie. Daarnaast kunt u een animatie starten wanneer u met de muis klikt of starten met een vorige animatie of starten op een specifiek door u aangegeven moment na de vorige animatie. Klik op slide 2 op de slide-step. Selecteer Niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Kies de Animatie-tab. Klik op de Custom Animation knop. Het venster hiervan verschijnt in beeld. Klik op de Add Effect knop. Er verschijnt een menu. Kies vervolgens Entrance. Er verschijnt een submenu. Klik daarna op Fly in. PowerPoint past het effect toe. Als de Auto Preview box is aangevinkt op het standaard animatievenster, biedt PowerPoint u een preview van uw animatie nadat u het heeft gecreëerd of elke keer wanneer u iets daaraan aanpast of wijzigt. U kunt ook gebruik maken van de Play knop in het standaard animatievenster om een animatie te bekijken.